Kijk, eens terug in de studio gaan we het hebben over de Wiskunde Olympiade. En deze wordt georganiseerd door de Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren. En ik heb speciaal uitgenodigd de heer Erwin Hidalgo. Goedemiddag, heer Hidalgo. Goedemiddag, meneer Blankendaal. Ik ben blij hier te zijn. Ik wil u daarvoor bedanken. Voor de gelegenheid geboden, natuurlijk. Ja. U bent de voorzitter van de commissie Surinaamse Wiskunde Olympiade. Maar u bent onderdeel van de vereniging, Surinaamse Vereniging Wiskunde en Rekenleraren. Waarmee houdt deze vereniging zich bezig? Ja, dus de vereniging is een tijdje opgericht door meneer Ewald Levens toen de tijd. En het grote doel hiervan was om de wiskunde en rekenleraren met te bundelen. En zo samen wat activiteiten ontplooien. Waaronder het workshops, lezingen, presentaties van scripties enzovoort. Dus dit werd altijd zo'n beetje. De laatste jaren, de laatste tijd, is toch de grootste activiteit van de vereniging, zeker wel de Olympiade zelf. Dus dat is zo'n beetje, ja. Vertelt u, de Wiskunde Olympiade, wat moeten we ons bij voorstellen? Ja, dus het is een activiteit die wij hebben, die wij ontplooien voor de leerlingen van de Mulo-school, met name de derde en de vierde klasses. En het wordt meestal zo rond de eindexamen, de periode van de eindexamens gehouden. En we willen dus zeg maar de leerlingen, de derde en de vierde klasses, een beetje, ja, op een andere manier bezig houden met wiskunde. Ja. Toch wel te laten zien dat wiskunde niet alleen maar is x hier en y daar, maar toch wel ook iets meer inhoud. En zodoende proberen we dan ze te prikkelen om dus iets meer met het vak te doen. En zeker in de verdere studie dat mee te nemen. Iets meer te doen, want ik heb ook wiskunde gehad op de middelbare school en dus x, y en ik dacht, waarvoor heb ik wiskunde precies nodig? Ja, dat is altijd de vraag die heel veel mensen stellen, maar niet moeilijk uit te leggen, maar mensen begrijpen of zien niet echt in dat wiskunde vrijwel overal in zit. Toch? Vormen, berekeningen, getalletjes, noem maar op. We zijn er elke dag mee bezig. En vrijwel elke studie, elk vak dat bedreven wordt, heeft met wiskunde te maken. Toch? En leerlingen, kinderen beginnen vanaf vroeg af aan, van jongs af aan, te begrijpen, in te zien of te leren dat wiskunde belangrijk is. Want zij hebben het als ondersteuning soms nodig voor hun verdere studie enzovoort. Dus vandaar dat we proberen om dat belangrijk vak dus zo aangenaam mogelijk te maken voor de kinderen. Want inderdaad, we hebben het allemaal gehad, ik zei vroeger. Ja. En het is soms ook wel de vraag van, oké, moet het echt? Toch maar, het moet echt, ja. Sinus, cosinus, tangens en de x as e as al die dingen. Maar vertelt u, hoe zou de Olympiade precies eruit moeten gaan zien? Dus de bedoeling is zeker niet om de leerlingen echt bezig te houden of lastig te vallen met x as, y as, sinus, cosinus, al die moeilijke dingen. Maar toch laten zien van, kijk, je hebt real life problemen waarin je een beetje wiskundig inzicht nodig hebt om die op te lossen. En wij zijn eigenlijk op zoek naar dat bij de kinderen. Hè? Hoe kunnen ze hun wiskunde talenten gebruiken om zeg maar bepaalde eenvoudige problemen op te lossen. Dus niet zozeer een vergelijking hier en daar, maar meer ook wat praktische situaties en die dan wiskundig te benaderen op dat niveau. Ja. Maar de 17e juli start het, de eerste ronde. Maar hoe gaat het eraan toe? Mensen, moet je in groep aanmelden, als school aanmelden? Is het een vrije toegang dat je staat op en zegt ik wil meedoen aan de Olympiade? Ja, dus wat wij dus zo moeten doen, wij benaderen sowieso de scholen. Ja. Want hoe je het rijdt verkeerd, je bent voor die eerste ronde toch wel een beetje afhankelijk van de scholen. Ja. Want het is open voor alle leerlingen van de derde en vierde klas. Mm-hmm. En ja, die zitten op scholen en wij hebben geen locatie om bijna 2000 leerlingen te accommoderen. Dus je bent toch wel een beetje afhankelijk van de scholen om dus dat op de school zelf te kunnen houden. Dus vandaar dat we dus de scholen benaderen om dus binnen hun school na te gaan welke leerlingen mee willen doen dit jaar aan de Olympiade. En dan als die registratie dan te komen. En dan gaan we dat vandaag dat verder organiseren. En doe je als groep mee of als individu? Je doet als individu mee.
Toch? Maar ik kan me dus zo voorstellen dat net hoeveel examens gemaakt worden. Ja. Je zit ook in een klas samen met een heleboel andere kinderen en je werkt dus voor jezelf aan zo'n werk. Dat is individueel. En hoe gaat het eraan toe? Het begint 17 juli, waar, hoe laat? Dus we beginnen elke keer beginnen we om 7:45, als ik het goed heb. Ja. En dat doet 1.5 uur, dus zo vroeg mogelijk, morgens, 1.5 uur werken de kinderen dan. Dus zeg maar voor de eerste pauze zijn ze al klaar met het werk. Ja. En we hopen dan dat ze in die tijd dan 30 multiple choice opgaven kunnen maken. Oh, dat is wel de bedoeling dat gebeurt. Ja, en waar precies? Op de school zelf. Oh, op de school zelf. Dus elke leerling werkt op zijn haar eigen school. Oké. Okay. En wat wordt er daar gedaan hierna? Dus hierna, behalve dus het corrigeren enzovoort, dan gaan we dus welke leerlingen de meeste aantal vragen goed hebben. Yeah. En op grond daarvan gaan wij dan een selectie maken en die dan uitnodigen voor de tweede ronde, die dan over dag 5 augustus, zaterdag, plaatsvindt. Dan. Maar de groep is kleiner, rond de 100 leerlingen bij. Die doorstromen? Die doorstromen de tweede ronde, ja. En meestal bij de inschrijving, hoeveel hebben jullie allemaal bij? Dus dit jaar zitten we rond de 2000. Okay. En dat is ongeveer toch wel gemiddeld wat we kunnen verwachten elk jaar. Soms is het iets meer, iets minder. Ja. Maar 2000 is een, dus daar stabiliseert het aantal zich zo'n beetje. Kunt u misschien een voorbeeld geven van een van de opdrachten? Ik kan zoveel voorbeelden geven. Ja. Maar ik weet dat we heel in het begin hadden we een heel leuke som en die opgave is echt wel bijgebleven. Ja. Omdat die ook goed had gepakt soort. Het ging over een boek of drie boeken en je hebt een wormpje of wurmpje die dus loopt van de een naar de ander door de karten heen vreet en dan vragen ze oké, hoeveel pagina's gaat hij langs? En je moet dat dus echt eventjes goed voorstellen. Hè? Zo'n voorstelling maken van de situatie. En dan zelf. Het eerste antwoord waar je aan denkt is niet het juiste antwoord. Dus, en dat is waar we de leerlingen een beetje op wijzen. Van, sommige dingen lijken wel zo vanzelfsprekend, maar denk er toch eventjes aan even na. Weet je? Dus dat sommetjes kunnen ze verwachten. Dus niet echt 1, 2, 3. Sommetjes is heel snel kunnen berekenen. Ja. Maar toch ook wel wat sommetjes waarbij we iets anders vragen dan de vaardigheden van kunnen berekenen. En laat zeggen, er komt de uiteindelijke winnaar. Waarvoor komt die in aanmerking? Of wat gaan jullie doen met die persoon? Okay. Dus wanneer we dus die tweede ronde hebben, dat is op 5 augustus, dat doen we dan meestal op de campus van de universiteit. Ja. En dan gaan we dan het werk corrigeren natuurlijk, want de eerste ronde zijn wel multiple choice vragen. Ja. 2000 leerlingen kan je snel corrigeren, maar we kiezen ervoor om de tweede ronde toch wel de kinderen open vragen te geven, om ze echt hun kunnen laten zien. Ja. Weet je? En dan gaan we dat werk dan corrigeren en ook hetzelfde systeem dan, leerlingen met de meeste punten. Ja. En dan hebben wij vaker wel een top 10, 11, 12 leerlingen die dan zeg maar in de prijzen vallen. En dan hebben we zo'n een feestelijk moment waarbij ze allemaal uitnodigen. En dan krijg je natuurlijk het ene en ander hier en daar. Maar de nadruk ligt sowieso op het talent dat zo naar buiten is gekomen bij deze kinderen. En u bent eigenlijk ook een wiskundegenie? Ik wil mezelf niet zo noemen. Ja. Ik hou ook van wiskunde en ik verzorg ook wiskunde. En ik ben er echt elke dag mee bezig. Maar verder, als je niet nog. Je bescheidenheid nu zie ik. Nee, maar was het vanaf jongs af dat u zich begon bezig te houden met wiskunde en die voeling te krijgen? Niet echt. Ik kan me wel herinneren dat toen ik van de lagere school ging. Mijn oom dus zei tegen me, je gaat nu in de middelschool, je gaat wiskunde krijgen. Ja. En het was zijn bedoeling om een beetje bang te maken, maar ik dacht mezelf van, ik zal het zelf zien. Klopt. En ik ben dus echt door het heel traject heen gegaan. En die liefde voor wiskunde is gaan opbouwen. En op dit moment kan ik er niet meer zonder, zeg maar. Ja. Dus nee, dat begrijpen. En hoe verlopen de voorbereidingen naar de grote dag van 17 juli? De voorbereidingen zijn allemaal eigenlijk al gedaan. Okay. Toch? Want we hebben zo'n beetje de hulp van het examenbureau. Ja. Die dus de enveloppes, de pakketjes helpt distribueren in de scholen. Zeker die van de verre districten. Ja.
Toch? En dan moeten we van tevoren dat allemaal in place hebben. En dus wij wachten nu eigenlijk op de dag waarop we dan het werk terugkrijgen om dat te gecodificeren. Dus de voorbereidingen zijn al getroffen. Wat we dus nog moeten doen is op de dag van 17 juli, ja, dat wij dan naar de school toe gaan van de winnaar van vorig jaar. Okay. Wij proberen echt wel dat, die gewoonte te hebben om dus zeg maar het jaar daarop naar de school van de winnaar van het vorig jaar te gaan. Dit jaar zijn we in Kamerwijnen, Silverassing School. Ja, dus het is landelijk? Ja, het is echt landelijk. En dan gaan we dus daar de kick-off geven, zeg maar. Een paar gasten die dus de leerlingen toespreken spreken en misschien toch wel nog wat erbij, maar dat is wat we dus doen en wat we dus zo meteen nog organiseren. Ik weet niet of u deze informatie heeft, maar hoe staat het op ADEC heeft een faculteit waar er wiskunde gevolgd kan worden en IOL ook. Hoe is de aanwas vanuit de samenleving? Is er genoeg aanwas dat we over een paar jaar nog genoeg wiskunde studenten hebben, docenten hebben? Ja, toeval wil dat ik tot voor kort jaren verbonden was aan de opleiding wiskunde van het IOL zelf. En op dit moment ben ik docent op de universiteit, ja, bij de faculteit van wiskunde zelf. Dus dat is heel toevallig. Ja. En ik zie dus wat er allemaal daar afspeelt. En ik denk wel dat er genoeg animo is om de komende jaren toch nog van voldoende wiskundigen zijn namen van wiskunde te kunnen voorzien, ja, om het allemaal te kunnen doen. Ja. Nou, fantastisch, klinkt allemaal spannend. Wiskunde, ik probeer me een voorstelling te maken. Want dat is echt zo'n vak waarvan ik dacht van, meegeus, moet dit echt? En dan kan je soms nog zo goed voorbereiden, maar er is altijd een addertje onder het gras. Ja, dat is inderdaad zo. Maar er zijn toch wel een heleboel gelukkige, een heleboel kinderen, leerlingen, studenten, die een beetje andere ervaring hebben. Ja, toch, dat is nog wel wat we heel fijn vinden en waar we eigenlijk op streven. Hè? Ja. Dat alle kinderen toch wel genoeg animo hebben om wiskunde te doen en te willen doen. Heeft u tot slot nog iets aan dit geheel toe te voegen? Ja, toch wel. Ik zei daarnet al dat we het dit jaar voor de 10e keer doen. En in de loop van de jaren heb je toch wel instanties, personen die toch wel hun bijdrage hebben geleverd in het geheel. Ik mag misschien toch wel hier en daar een paar namen noemen, want ik ben niet alleen in de commissie. Ik word flink ondersteund door mevrouw Indira Ramdien en de heren Frank van Dijk en Edmund Stuker, die toch wel zeker ook nog een flink steentje bijdragen. Ik heb ook net verteld dat we dus de tweede ronde elk jaar op de campus doen. Ja. Dus ook daar natuurlijk onze dank uit, want zonder de universiteit zouden we dat niet kunnen doen. Maar simultaan doen we de tweede ronde ook in die kering. Okay. Ja, want kinderen voor een anderhalf uur hadden de stad in de kering is misschien toch niet zo aardig. Dus dan gaan wij zelf daar naartoe en dan heb je dus altijd wel een school die bereid is om de leerlingen van die kering op te vangen. Ja. Toch in de heel veel keren is dat de Bewune Biba school geweest. Toch? En ik hoop dat ze dus dit jaar weer een beetje de werk heeft verlenen. En verder, examenbureau steeds elk jaar weer. Maar zeker ook de sponsor. Ja. Self-Reliance, want zonder hun zouden wij deze Olympiade niet kunnen doen zoals we het nu kunnen doen. Nee, dat is toch wel wat ik nog wil zeggen. Heer Ilalgo, van harte bedankt voor uw uitleg en het stimuleren en motiveren aan de jongeren die wiskunde niet zo interessant vinden. En heel veel succes. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Kijkers, dat heeft u gehoord van de heer Hidalgo. En van hieruit wens ik alle deelnemers aan de Wiskunde Olympiade heel veel succes. Ik ben gekomen aan het eind van deze aflevering van Magazine 4. Sam Blankendal groet.